Hallo allemaal. Sorry alvast, ik zit in mijn mama's kamer en van mijn papa's, omdat het eigenlijk, ja, wel beter en een grotere spiegel is, daarom. Als eerst gaan we ons haar los doen en goed doorkammen ons haar. Ik heb wel geen speciale kledij aan of zo, maar ik wil het niet te eng, gewoon een klein beetje. Om in de Halloween sfeer te komen. Daarna pak je de vampieren diadem. Je kan het ook met iets anders doen, maar... En ik heb al mascara aan, zoals jullie kunnen zien. Je hoeft het niet per se aan te doen, maar... Daarna pak je lippenstift, die komt van Claire's. En je gaat ermee je lippen... In kleuren. Het is een soort roze, paarse tint. Zo. Het mag wel een beetje griezelig. Dus. Dan pakken we een andere. Die is van Catrice. En die is bloedrood, echt wel goed voor het bloed op ons gezicht. En op onze nek gaan we er ook een beetje brengen. Je mag er een paar keer over aan dat het wel redelijk donker komt. En je kan het een beetje open wrijven. Ik ben gebeten door een vampier. En ik heb een bloedbril. Als je wil weten waar ik heb hem gehaald. Ik heb hem uit de Action gehaald. Kost ook niet veel. En het is eigenlijk wel tegelijk nog cool. En dat is eigenlijk de look. Oh, ik verveel mij dood.